Ik denk dat grote levenservaringen wel uitnodigen om daarbij stil te staan. Maar ik denk niet dat dat nodig is. Ik denk dat het eigenlijk voor iedereen elk moment van de dag goed is om jezelf de vraag te stellen van waar nodigt het leven mij op dit moment toe uit? In plaats van het om te draaien met wat wil ik van het leven? En dat is veel meer de houding geworden zoals we gewend zijn om in het leven te staan. Maar een hele andere beweging is om je veel meer te laten bewegen eigenlijk door het leven en je daarin af te vragen wat wil het leven van mij op dit moment.